Yes mensen, welkom bij een nieuwe video op het enige echte kanaal Atos mensen. Jullie zijn natuurlijk super nieuwsgierig geworden, jullie hebben laatste stories op mijn Instagram dat ik met Sean en Chris gezellig zat. Biertje gedronken, lachen, gezelligheid en natuurlijk Jeremy Vermeulen. Voordat ik even de fragmenten laat zien, Jeremy Vermeulen heeft het georganiseerd. We hebben hem natuurlijk ooit meegedaan met Op Hete Kolen, seizoen 2, weet ik van, maar een heel seizoen op RTL 7. Echt voor mannen. Sorry. En natuurlijk moet ik met jullie delen. Ik laat nu even de beelden zien hoe het daar gegaan is. En daarna gaan we eventjes verder praten. Yes mensen, welkom bij een nieuwe video. Potos. En vandaag gaan we barbecuen. Jeremy Vermeulen, die kennen we wel natuurlijk van Op Hete Kolen, op Grote Tuinverbouwing. Hoi, ik ben Jeremy Vermeulen. Ik ben elke week te zien op de Grote Tuinverbouwing, SBS6. Jullie kennen me ook van Baas Barbecue. Vandaag heeft me uitgenodigd voor een barbecue. En nu komt het. Je moet nooit op een barbecue komen met lege handen, vind ik. Dus ik zei, ik neem wel een visje mee. Zo. Hey, een visje. Ik heb hier een roodbaars van echt 6 kilo. En die moet natuurlijk heel langzaam en garen maken. Dit wordt een lekker visje, mensen. Even een dikke SO naar mijn baas natuurlijk, voor het regelen van deze mooie vis. Check het, mensen. Ben je vasthouden, Melena? Nee. Ik hou van niet. Hi. How is life? Ja, nou, ik neem even een visje mee. Mooi dingetje. Die zijn allemaal kennen. Ja, een roodbaasje. Sowieso. Dus wat jullie weten mensen, wij hebben ooit samen in de vis gewerkt, hè? Lang geleden. How is life, jongen? Ja, lekker. Willen jullie laten deze gewoon fileren? Ja, laat zien laten. Ik wil mij niet even fileren leren. Of dat ik hem gewoon, of wil je me heel? Ik wil hem even fileren leren. Fileren? Wacht maar. Mag ik op de tafel leggen of niet? Mag ik. Ik heb dus geen vleermes hoor, maar. Want dan moet ik in één keer fileren met mensen, dat is moeilijk. Ja. Ja. Dat is twee keer lastig. Deze tijd praatjes aan. Ja, maar dit is geen vleermes. Is deze scherp het mes? Ja, dat moet wel. Natuurlijk niet, hartstikke bot. Ik heb ook geleerd, een goede fileren heeft. Ze heeft een scherp mes, ja, dat heb ik ook geleerd. Ik vind het wel een indrukwekkende vis. Ja, maar hij is wel goed. Ik vind het best een indrukwekkende. Moet de kop eraf, zou ik vleetje maken? Het lijkt wel een goudvis. Daar maken we een hobbok van. Ja? Nee! Laat je hond gewoon zien met de rest, jongen. Dat is zuur. Wordt peper. Je hond is al zo. Maar ga je de kop eraf halen? Ja, ik weet het, maar anders past niet de buik, jongen. Kijk, weet je wat er met het voordeel van die kop is? Wat hè? What the fuck? Gek, moet je voelen? Nou, dat is een gevaarlijk visje hoor. Oei, ja. Kijk, ik moet dit heel apart houden. Oh! Even insnijden. De chef-kok gaat hem klaarmaken natuurlijk. Ja, top man, zo. Het is een flinke jongen. Ja, hij is topkwaliteit. Waar komt hij vandaan? Uit het water heb ik gehoord. Ja, oké. Okay. Niet uit het woestijn, maar uit het water. Bij welke leverancier komt hij vandaan? Want hij is ook super vers. Ik heb deze. Even mijn eigen baas natuurlijk. Deze komt bij Heineken Koelewaai vandaan. Mijn baas, mijn werkgever. Dat is echt top hoor, zet dat gewoon in kaart. Nee, maar dit is een mooi visje. Ja. Dit is een chef-kok van. Hij had ooit 5 sterren, nu is hij nog maar 1 ster. Maar ja. Die wrijft er lekker in. Gewoon lekker die kruiden, ja? Lekker dik in. Ja, dan heb je de. Kijk, de fikker in kruiden. Dat is dry-rub. Moet ik echt veel erin doen? Ja, zeker, ja, dat is lekker. Gewoon en een beetje masseren. Ik heb zo meteen nog een mooi stukje vlees ook. Lekker masseren. Ah, wat doe jij? Nee, je kan niet, hè? Pessenvis ga ik niet naar vis. Ik wil alleen mijn vingertje erin halen, omdat de kruid dan goed in het spleetje komt. Kijk. Ja, dat. Ja, maar dan gaat het. Dat is wel belangrijk. We hebben een soort van ground beef nu, hè? 18 plus. Oké, YouTube. Ja, vroeger als leerlingen hadden wij een film. De ground beef heette dat. Die moest je kijken als leerling kokje. En dat gaat over 6 mannen. Die vreten zich en zuipen zich helemaal dood. Ja. En die doen alles wat daarin kan, daartussen. Nou jongen, dat is echt. De meest ruige dingen zie je dan voorbij komen. En zo'n vis zat daar ook bij. Maar even naar mijn kijkers, hè. Ja. Wat is nou een beetje een manier om deze vis klaar te maken voor de normale mens? Wat moeten ze doen om het simpel te houden? Ik krijg zo vaak van aard. Wat moet ik met die vis doen? Ik zeg, bakken. Maar wat zou je hiermee doen? Je hebt nu gewoon precies alles goed gedaan. Gewoon een beetje butterup? Ja, gewoon een klein beetje rubben. En wat je heel goed hebt gedaan is dit. Ja, snijden. Dat weet ik. Dan krijg je smaak erin. Dus hoe groot de vis of hoe klein de vis, dat maakt niet uit. Maar een vis met de graad is altijd het lekkerste, want dan maken ze bouillon van. En nu even, jij hebt ook wel een vis kennen, toch? Ja, zeker. Poontjeskepel, hè? Ja, lekker. Ik heb altijd de vraag, heb je kleine poontjes, die vind ik lekkerder. Ja. Ik verkoop zulke ponen, zulke. Ja,
Wat zeg je erover? Is het nou een fabel? Of... Ja, dat is nee, het is gewoon deze dingen, wat hebben ze ooit gehoord? Het is gewoon bullshit. Je moet vis kopen op seizoen. Ja, toch? Ja, okay. Dat maakt... Met het seizoen. De lengte maakt niet uit. Nee, de lengte maakt niet uit. Oké, dan wordt even uitgelegd wat het is, mensen. Nou, Jeremy, wat is het nou voor stuk vlees? Oké, okay, John, ga ik je uit... een hapje? Ja, even wacht, hij is nou nog niet gaar. Oh. Dit is een tomahawk. Ik ga je even uitleggen waar dat zit. Ja. Dus ik heb hier Beta 32. Dus nemen we Beta 32. Maar overbukken. Ja. Dus dan hebben we hier hebben we dus de entrecote zitten. Dit is het, hier zit de cicade, jodenhaasje. En dan hebben we aan de binnenkant zit dan de ossaas. Als je dat zaagt, hier die ribben. Heb je een oude taaie stier? Jeremy Maat, proost jongen. Laat eens even zien hoe dat moet. Zo doe promote je even je bier. Ja, zo doe je dat. Promote even de bier. Ja, pak eens een flesje erbij. Drink achterover. Jeremy, 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 hey! Wie gaat erin etten? Na jaren, zitten ze weer aan tafel. Hebben ze weer een groot snoep, net als vroeger. Weet je? Of ben je 46? Ja. Wat is ben je dan? 45 of 46? Ja. Kom op dan. Daar gaat ie hoor. Oh. Ja. Geen poetsie gedoe, hè. Kom op, hè. Maar jij dan ook? Dat is goed, geen man. Ik sla... Kom maar. Ik doe hem tegelijk. Ik heb weer nee, om ze allen tegelijk. Ja, sowieso. Doe maar. Je hebt hem helemaal regeld, hier. Komt de adem. Doorgaan, doorgaan. Hey. En dit is de Wild, Wild Mail bier. Dit is made by Jeremy. Een speciale bier. Come on nou, hè. Ja, ik heb biceps. Weet je dit? Ondertussen is het nog steeds 16-jarig jongetje die ik erop stoot. Het gaat van de nageslacht. Ze kent je wel, Jeremy. Maar het, uiteindelijk... Ik vind het echt mooi. Straks een naakt over de dijk heen en zo. TV-kok verdwaald in Spakenburg. TV-kok. Hallo. TV-kok. Hallo. Het is gewoon porno. TV-kok. Ja, nee, maar even zo fijn. Het is best wel gezellig hier. En Aard gaat nu een shotje atten. Omdat hij daar fucking goed in is. En hier komt een flashback uit. Fucking hell, hé! Oh, Jeremy! Het is tegenwoordig is een Viking, hè? Dus er moet minimaal een boer echt eraan komen. Skol! Skol! Gooi die boer! Ik heb pijn in mijn ogen. Gooi die boer! Ik heb tranen in mijn ogen, maar ik heb een bril op. Gooi die boer! Er moet zo'n boer echt eraan komen. Hij moet. Kom op! Hij heeft tijd nodig! Come on! Ja, Chris, Chris in de beurt. Zeg de kwaliteit, broer. Wacht, laat me even staan. Wacht maar, je gaat hem even staan. Oh, nu is de man. Kom op. Ja, je zou poesie. Ah, nee, ja, dat is een half biertje. Ja, is een halfje. Wat is dit voor bier? Chris is ook een klein zaltje geweest. Ja, maar ik ben ook een half jongetje. Ja, te. Nou, die is wel netjes. Ik zeg wel eerlijk. Ja, is ook zo chic. Maar is mij niet netjes dan? Ik jou was iets minder, ja. Wat voor ik wil net een flesje. Bloep, klaar. Maar ik wil alleen het erbij zeggen. Dat jij ook moet. Dat we eigenlijk niet kwamen om hier te zuipen. Dat we nu in één keer allemaal gaan atten. De laatste persoon die gaat atten is John. Die gaat wachten op mijn camera. Als dat twee seconden wil ik hem. Het is niet meer. Dat was hem. Het is leeg. Oh. De camera leeg. Maar ik heb hem nog wel. Nee. 5 over 6 om 10 over 6. Je hebt hem uitgezet. Hoor. Ik ken het helemaal niet snap aan. Snap je nog steeds niet hoe dat ding werkt? Weet je nog steeds niet hoe camera werkt? Geen camera man. Heb jij een relatieprobleem? Wil je dat wij komen om jouw relatie op te lossen? Kom maar doen. SOS dan gewoon even lekker naar een... SOS relatie. En naar Aard. Kom maar jouw relatie fixen. Ah, wink is... Ik heb veel tijd, maar dit is niks zo. Ah, precies. Kijk dan. Er zit hier gewoon een vissenkop op de deur. Nou, zoals je gezien hebt, het was gezellig, we hebben het leuk gehad. Komt Prankster terug? Dat is de grootste vraag die ik bij iedereen hoor rinkelen. Ik zie het over voorbij komen. Komt Prankster terug? Ik weet het niet, mensen. Het is mij niks gevraagd. We hebben de video's geüpload waar ik niks van af weet. Er gebeurt van alles. Ik hoor er niet bij, dus ja, weet je, dat weet ik niet. Kan ik jullie niet vertellen. Ik denk dat Chris hetzelfde als mij erover denkt, want het kanaal heeft zon in handen. Voor de rest, ja, dat was het eigenlijk. Ik denk niet dat het terugkomt, maar misschien, je weet het. Ik zeg altijd nooit, nooit, maar ik ga natuurlijk niet zomaar weer beginnen zonder een contractje en voorwaarden. Laat ik dat vooropstellen. Maar ben ik nu bevriend met Son en Chris? Dat is de vraag. Chris heeft mij benaderd via Messenger
van Aard, ik zie dat je heel veel woede hebt, noem maar op. Ja, weet je, ik heb spijt van mijn dingen. Wil jij komen praten? Dat heb ik akkoord gegeven. Son heb ik ook geappt later. Ook om te komen praten heb ik ook akkoord gegeven. En toen kwam deze surprise party. Barbecue tussendoor, Jeremy. Dat was lekker, alles. Dat was lekker, jongen, die buikspek. Ja, yeah, ik wil meer. Maar daar waren we blij mee. Een volle magen, dat is natuurlijk het beste. Als we allemaal honger hadden gehad, was het... En dat is niet gebeurd, gelukkig. Ik ga sowieso nog twee video's opnemen hierover. Eentje ga ik natuurlijk als grote vriend Chris, eentje met John. Ga ik allemaal filmen voor jullie, dan weten jullie meer. Mijn boosheid is gaan liggen, mensen. Hebben de mensen zeggen, wat is er allemaal aan de hand? Of die niet weten hoe of wat. Kijk, dan is je oude video, dan weet je het. Maar die video is ook alweer een jaar geleden. Dus vergeet niet dat het een jaar oud is en je woede gaat op een gegeven moment liggen. Ik heb gemerkt dat woede brengt je nergens. Woede maakt meer woede. Haat maakt nog meer haat. Haat brengt je nergens. Liefde, peace. Kom je veel verder. Op een gegeven moment ben je zo boos, dan blijf je in een negatieve spiraal hangen. En dat is niet best niet, weet je wel. Ik heb beter of al ik gek doorhang. Gek moet je wezen. Snap je? Check even een nieuwe plaat, link in de beschrijving. Een dikke track. Eerste track van Kattels en Fruity Masters. Oké, maar vergeet niet mensen. Liefde brengt je verder. Forgiveness is very special. Vergeven is iets dat moet je kunnen. En ik ben wel van mening, als je dat niet kunt, dan kom je nooit ver in leven. We gaan allemaal ons leven 100% fouten maken. Als je dat niet doet, dan leef je niet. Dus, en zeggen altijd van fouten leer je. Dat is echt zo, maar je moet een fout wel ondergaan. En je moet het wel inzien dat je fout zat, snap je? Dus dat is een hele belangrijke les aan jullie. We hebben geen ruzie meer. Dat zeg ik nu bij deze tegen jullie. Ik laat het helemaal achterwege. Ik heb geen ruzie meer met de boys. Chris vroeg laatst alweer van, nee, kom nog een keertje langs. Ik ga sowieso nog een keertje zitten met ze. Maar ik wil eerst een keertje apart met allebei zitten. Gewoon een keertje praten en even aan jullie laten zien hoe en wat. Dat ben ik natuurlijk jullie schuldig en hun net zo naar kijkers. Want ja, het was in één keer van de buis. Pranks de weg. Dat is pech. Pranks de weg. Dus ja, er is veel gebeurd, mensen. Maar we zijn allemaal mensen. Er gebeuren gewoon heel veel dingen bij iedereen in zijn leven waarschijnlijk. Dus voel jij, je bent aan het kijken, je voelt dat je leven te zwaar is. Allemaal, iedereen heeft zijn ups en downs. Iedereen. Dus deal with it and go on. Ik ben nu met de muziek ingestapt. Ik ga gewoon door met YouTube en muziek. Ik vind beide super vet. Ik heb nu één track gedropt. De tweede komt eraan. En we zijn ook al met de derde bezig. Dus we zijn wel lekker bezig. Dikke SO naar Fruity Masters. Daar ga ik het avontuur samen mee aan. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben haast de Raster liefhebber. Dus dat gaat sowieso goed komen, denk ik. Ja, voor de liefhebber sowieso. En support mij natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Spotify, iTunes. En zet mijn nummer in jouw afspeellijst. In jouw playlist. En gek moet je wezen. De ruzie is over. Dat kan ik jullie één op één gewoon zeggen. En ik hoop dat er geen staartje komt dat er nog in één keer nog iets gedaan wordt. Want tuurlijk, ik ben wel boos geweest. En ik zeg ook heel simpel, vergeven is niet vergeten. Maar je moet verder gaan met je leven, mensen. Het is ook een tip aan jullie daarom dat ik dit ook even opnemen en naar jullie kwijt wil. Voor de rest, ik weet niet of ik hier nog iets meer moet over zeggen. Ik denk dat het slimmer is de volgende keer dat ik gewoon met John zit en een keer met Chris. Geniet van de rest van de video's op mijn kanaal. Vergeet het niet om te checken, ja. Want heel veel mensen weten dat ik een eigen kanaal heb, merk ik. Aitos, kom op Aitos, volg Aitos, abonneer op Aitos, ja. Pranks zijn misschien voorbij, maar ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik heb mijn eigen nooit kunnen promoten, maar dat kunnen jullie wel voor mij doen. Dus deel het met iedereen, laat Aitos groot worden en we gaan sowieso de muziek in knallen, mensen. Goeie beetje! Tot de volgende keer. Hey Chris, hoe is het? Ja, verbrande neus, alles jongen.